donderdagavond en vrijdag. Maar dan 2000 jaar geleden. Donderdagavond, ook wel de Witte Donderdag genoemd. De avond waarin het avondmaal, laatste avondmaal plaatsvond. En natuurlijk de vrijdag, de Goede Vrijdag, de dag van Jezus lijden en sterven. En ik wil daarbij vooral ook vanuit de Bijbel gewoon lezen. Gewoon kijken, wat zegt Gods woord. En ja, daar kies je natuurlijk altijd voor een bepaald boek in de evangelie. Want er zijn er vier waar je uit kan kiezen. Ik heb gekozen om te starten in Lucas. En dan wel te verstaan Lucas 22 vanaf vers 7. En daar lezen we iets over het laatste avondmaal. Maar laten we eerst lezen. Lucas 22 vers 7. De dag van het ongedezemde brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. En Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad. Met de woorden, ga voor ons het Pesachmaal voorbereiden, zodat we het kunnen gaan eten. En ze vroegen hem, waar wilt u dat we dat bereiden? En hij antwoordde, let op, wanneer jullie de stad ingaan, dan zal er een man jullie tegemoet komen met een kruik water. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van het huis, de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? En hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen en die is al ingericht en maak het daar verder klaar. En ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had en ze bereidden het Pesachmaal. En toen het zover was, ging hij samen met zijn apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En hij nam een beker en hij sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God is gekomen. En hij nam een brood en hij brak het, hij sprak het dankgebed uit en hij brak het brood. En hij deelde het uit en hij zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook een beker. En hij zei, deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Zo een stuk uit die donderdagavond, waar hij samen met zijn vrienden Pesachmaal ging vieren. Ook een feestmaal ter herdenking van de bevrijding uit Egypte. En in andere boeken kan je ook nog wat aanvullingen lezen, zo links en rechts. De gesprekken die bijvoorbeeld aan tafel ook worden gevoerd, maar ook de voetwassing die we in een andere evangelie terugvinden. Dan kan je natuurlijk gaan discussiëren, oh, is het allemaal compleet? Maar het gaat erom wat wil de schrijver zeggen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten een manier om Jezus uit de weg te ruimen. En ze wisten dat als ze dat in een menigte zouden doen, dat er hele grote problemen van zouden komen. Dus ze zochten een moment dat hij het liefst alleen zou zijn, waar ze hem dan konden pakken. En ze vonden Judas bereid. Judas was wel bereid voor geld om te vertellen waar Jezus een keer alleen zou zijn, zodat ze hem daar gevangen zouden kunnen nemen. Dat is een stukje voorgeschiedenis wat hier al plaatsvindt. En eigenlijk wist Jezus dit al. Want je ziet ook in de verhalen uit de andere evangeliën dat hij dat op een gegeven moment ook zegt. Hè? Van joh, ga maar. Ga maar doen waarvoor je gekomen bent. Hij voorspelt ook nog meer. Hij voorspelt bijvoorbeeld ook dat Petrus hem zal gaan verloochenen. 3 keer. Hebben we ook nu niet gelezen. Maar er zijn even wat dingen die ik er wel uit wil halen, omdat we die straks nog wel tegenkomen. En dan wil ik het verhaal verder lezen, want het eten heeft plaatsgevonden. Judas is weggegaan tijdens het eten.
En Jezus besluit na het eten weer een van zijn gebruikelijke dingen te gaan doen, namelijk bidden. En dat deed hij graag in de tuin van Gethsemane. Daar kwam hij vaker, kunnen we ook lezen dat hij daar vaker kwam. En daar gingen ze nu ook weer heen. En dan lezen we in Lucas 22 vanaf vers 39. Hij vertrok en ging vervolgens, zijn gewoonte, naar de Olijfberg. En de leerlingen volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hun weg tot ongeveer een steenworp ver. En hij knielde neer om te bidden. En hij bad, Vader, als u het wil, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar hij bleef bidden. En zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. En toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. En terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Verderop liep die man die Judas heette, een van de 12. En hij ging naar Jezus om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? En toen degene die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, wilden ze gaan vechten met hun zwaarden enzovoort. En het kwam zelfs zover dat Petrus een oor afsloeg van een van de soldaten die erbij was. En ook daar blijft Jezus gewoon wie hij is. Want hij geneest dat oor ter plekke. En zegt dan tegen die groep, dagelijks was ik bij u in de tempel en toen heeft u geen vinger uitgestoken. Maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis. En ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoogpriester. Jezus, een man zonder zonde. Wat we ook continu teruglezen in de Bijbel. Zonder zonde. En krijgt daar een beker aangereikt van God. Waar alle zonde, alle rotzooi, alle pijn, alle moeite in zit. Om die tot zich te nemen. Een man zonder zonde. Die vervuld was met liefde, vrede, trouw, geduld, vriendelijkheid, tederheid, blijdschap, zelfbeheersing. En zijn beker was gevuld met overspel, ontucht, vuiligheid, losbandigheid, afgoderij, haat, ruzie, nijd, rivaliteit, jaloezie, dronkenschap. Al die troep nam hij tot zich. Maar God beantwoordde wel zijn gebed. Want hij stuurde een engel voor kracht. Hemelse kracht om dit te kunnen dragen. Jezus werd de zondebok. Zoals het gebruikelijk was dat een hoge priester de zonde van het volk op het bokje liet komen. Hè, door zijn handen op het bokje te leggen. En daarna werd het bokje geslacht. Zo nam Jezus in dit geval alle zonden op hem. Om daarna het mee te nemen naar het kruis. En hiermee ging een 700 jaar oude profetie in vervulling vanuit Jesaja. Daar staat namelijk, God legde de schuld en de zonde van ons allen op hem. Dat werd toen al gezegd. God legt alle schuld en zonde op hem. En Johannes de Doper voorspelde het ook wat er zou gaan gebeuren. Die zei namelijk, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat daar gebeurde was al lang bekend in de hemel. Het was Gods plan wat daar tot uitvoer kwam. En daarom kunnen we ook zeggen, Jezus werd niet gevangen genomen, maar liet zich gevangen nemen. Dat lezen we ook in een andere evangelie weer.
dat er op een gegeven moment gevraagd wordt, wie zoekt u dan? Vraagt Jezus. Wist u natuurlijk al lang. Dan zei ze, ja, Jezus van Nazareth. Ik ben dat. Ik ben dat. En op dat moment dat hij dat uitspreekt, vallen de mensen allemaal om van kracht die daar vrijkomt. De kracht van zijn woorden. En hij zegt ook tegen zijn vrienden, doe die wapens weg, joh. Als ik het had gewild, had ik God gewoon kunnen vragen om een legermacht van engelen. Hij liet zich gevangen nemen. Want het had een reden waarom hij hier liep en waarom hij hier was. Jezus wordt naar de hoge priester gebracht, Caiaphas. En die wilde een verklaring van Jezus horen, zodat hij hem in ieder geval te dood kon veroordelen. Maar Jezus geeft geen antwoord. Op zijn hoofd zegt hij, u zegt het. Maar hij geeft geen antwoord op zijn vragen. En hij stuurt hem de volgende ochtend stuurt hij naar Pilatus, de baas van de Romeinen. Nou, die Pilatus kan niks vinden. Die zegt, ja, maar waarvoor moet ik hem dan veroordelen? Wat is dan de reden dat ik hem zou moeten veroordelen? Ik zie niks wat fout is. En toen hoorde hij dat Jezus uit Galilea kwam. Toen dacht hij, oh, dan kan ik het mooi afschuiven. Ga maar naar Herodes. Dat is de baas over Galilea. Hij mag het oplossen. Maar ja, daar is hetzelfde verhaal. Herodes vond het geweldig dat hij Jezus ontmoette, want had hij altijd al een keer gewild. Zo gek als een deur, die vent. Maar goed, ander verhaal, hè? Maar ook hij kon niks vinden. Hij zei, ja, ik kan niks vinden. Dan gaan we weer terug naar Pilatus. Terug naar Pilatus. En die zegt, ja, maar wat willen jullie nou? Weet je wat? Pilatus dacht, ik heb een reden, kan ik hem toch vrij laten. Ik laat altijd één persoon vrij. Deze dag. En laat het volk kiezen. En hij liet het volk kiezen. En we weten wat daar gebeurde. Het volk riep massaal. Kruisig hem. Barabbas vrij. Kruisig hem. Barabbas. Zijn naam betekent zoon van de vader. Bijzonder, want Jezus is de zoon van onze hemelse vader. De zoon van de vader werd vrijgelaten. De zoon van de hemelse vader onderging de straf en de dood. Voor ons. En vanaf daar wil ik nog één stukje met jullie lezen. Dat is niet in het Lucas-evangelie, maar we slaan nu het Matthäus-evangelie open. Matthäus 27, vanaf vers 27. Pilatus had Jezus veroordeeld, had zelfs zijn handen in onschuld gewassen. En veroordeeld, liet hem geeselen en liet hem meenemen door de bewakers. En daar zien we Matthäus 27, vers 27. De soldaten namen Jezus mee en verzamelden een heel cohort om hem heen. En ze kleedden hem uit en deden hem een scharlaken rode mantel om. Ze vlochten een kroon van doornentakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze, gegroet koning van de Joden. En ze spuugden op hem. Ze pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem ermee op zijn hoofd. En nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze de mantel weer uit, deden zijn eigen kleren weer aan en leidden hem weg om te laten kruisigen. En bij het verlaten lezen we in een andere evangelie dat het op een gegeven moment zo zwaar wordt dat Jezus zelf het kruis niet meer kan dragen. Er wordt een man uit het publiek gehaald die daar langs de kant allemaal stonden te schreeuwen en te kijken. En die droeg het kruis verder. Naar de schedelplaats en dan vanaf vers 34. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn. Maar toen hij dat geproefd had, weigerde hij het te drinken. Dit was om te verdoven. Hij wilde geen verdelving. En nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.
En ook daar zien we een profetie in vervulling komen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. En boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht. Die luidde, dit is Jezus, de koning van de Joden. En daarna werd er naast hem twee misdadigers gekruisigd. Eentje rechts en eentje links. En ook daar lees je in andere evangeliën dat er gesprekken mee gevoerd worden. De voorbijgangers die keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Hij is toch die man die de tempel kon afbreken in 3 dagen en weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Vers 45. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur lang aanhield. Midden op de dag werd het donker. En aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, roept hij nou om Elia? Dat haal je nu natuurlijk niet uit de Nederlandse tekst, maar de Hebreeuwse tekst lijkt daar wel op. En meteen kwam er iemand uit het midden toegesneld, pakte een spons en doopte die in de zure wijn. En hij stak de spons met een stok omhoog en probeerde hem te laten drinken. Maar de anderen zeiden, nee joh, niet doen. Laten we maar eens kijken of Elia hem komt redden. En nog eens schreeuwde Jezus het uit. En hij gaf de geest. En hier staat niet bij wat hij dan schreeuwt. Maar dat lezen we wel in het andere evangelie. Namelijk, het is volbracht. Het is volbracht. En op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde. En de rotsen spleten. En de graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. En na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven en gingen de heilige stad binnen. En maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Wat zal dat een paniek gebracht hebben? Aardbeving, rotsen die splijten, graven die opengaan. En dat zie je dan ook. Want toen de centurio en degene die met Jezus bewaakte, die aardbevingen voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door deze hevige angst overvallen. En ze zeiden, hij was werkelijk de Zoon van God. Amen. Aan dat kruis hangend was Jezus nog steeds met ons bezig en met de mensen om hem heen bezig. En dan wil ik een paar kleine dingen uithalen. Hij sprak tot een van de misdadigers. De een bespotte hem, de ander die nam het voor hem op en hij zei, heden zul jij met mij in het paradijs zijn, vandaag nog. Hij had oog, zelfs op dat moment, ondanks de pijn, ondanks de uitzichtloze situatie waar hij op dat moment in hing, wist hij waarom. Wist hij waar hij mee bezig was en keek hij nog steeds om naar mensen. Hij sprak ook tot zijn vader, Heer, vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. Hij was nog steeds bezig met de mensen die hem bespotten, pijn lieten lijden. Heer, vergeef het ze, ze weten niet wat ze doen. Hij sprak zelfs tot Johannes en Maria, zijn moeder. Johannes, dit is je moeder vanaf nu. Maria, dit is je zoon vanaf nu. Zodat ook dat geborgd was. Dat ze in ieder geval onderhouden werd door een andere zoon. Hij dacht over alles nog na. Tot het laatste moment. Jezus ziet ook jou staan. Hij heeft dit gedaan voor jou. Speciaal voor jou. Drie uur donker, daar waar God niet is, daar is duisternis. Daar waar God niet is, daar is duisternis. Zien we ook een heel mooi verhaal van het volk in Egypte. Als God 1 plaag, duisternis over het land laat komen, de plek waar Gods volk woonde,
Daar was het licht. Waar God is, is licht. Hij zei, het is volbracht. Dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden in de tempel. Dat zorgde ervoor dat mensen niet te dicht bij het heilige der heiligen konden komen waar God was, waar God is. Mensen mochten niet te dichtbij komen vanwege ja, de zonde, de niet-heiligheid van mensen. Daar moest veiligheid tussen, vandaar dat gordijn, dat voorhangsel. En dit is het teken dat toen Jezus stierf, was de relatie hersteld. Kon het gordijn open, konden we weer bij God komen. Het is volbracht. Wat dan? Nou, hij bracht ons vergeving. Voor je zonde, voor je fouten, voor je gedrag. Hij gaf ons genezing op dat moment, vanaf dat moment. Genezing. Emotioneel, geestelijk, maar ook lichamelijk. Hij gaf ons bevrijding op dat moment. Hij rekende af met de banden die jou misschien zo vasthouden aan dingen waarvan je weet, hier moet ik afscheid van nemen. Hij rekende af met die krachten. Hij is machtiger dan elke andere macht hier op aarde. Hij verzoende ons met God en hij gaf ons een nieuwe start. En tijdens het avondmaal liet hij al merken dat er een nieuwe start zou komen. Toen hij die laatste beker rond liet gaan en sprak over het bloed wat zou gaan vloeien, zei hij, dit is het teken van het nieuwe verbond tussen jou en mij. Tussen jou en mij. Ik wil nog één keer die tekst herhalen in Romeinen 3 vers 22, waar we mee begonnen zijn vanavond. God schenkt vrijspraak aan iedereen die in Jezus Christus gelooft. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en daardoor kan je niet dicht bij God komen. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Die niets kost. Je kan er niks voor doen om het te verdienen. Het enige wat gezegd en gevraagd wordt, is geloof in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Wie Jezus daadwerkelijk is. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. En daardoor zal iedereen vrijgesproken worden. Je mag 100% zeker weten dat je vrijgesproken bent als je in Jezus gelooft. Hij heeft je vrijgemaakt. En hoe droevig, en als je sommige films ervan ziet, hoe erg het wel niet geweest is. Maar daar moeten we ook doorheen kijken. Het was met een reden om ons allen vrij te zetten. En weer in harmonie te brengen met God zelf. Amen. Als laatste, hoe kunnen we dit concreet maken? Ik heb nu een paar keer gezegd, hij deed het voor jou. Maar hij deed het niet alleen voor jou. Hij deed het ook voor je kinderen. Hij deed het ook voor je man. Hij deed het ook voor je ouders. Hij deed het ook voor je buren. Voor je collega's. Zelfs voor die hele vervelende kerel aan het einde van de straat. Hij deed het voor iedereen. Voor iedereen. En dat is de opdracht die wij hebben gekregen. Breng het goede nieuws. Maak mensen bekend wat Jezus heeft gedaan. En soms is een kleine hint genoeg. En soms moet je ook met een kleine hint beginnen, omdat mensen anders al meteen weglopen. Een vis vang je niet met een heel brood. Geef je eerst een kruimeltje en nog een kruimeltje. Snap je? Maar hij deed het ook voor hun. Uit liefde voor iedereen. En dat is de opdracht die we meekrijgen. Laat zien wie Jezus is voor jou.
Laat maar zien. Geef ze maar die kruimels. Kruimels van liefde. Dat is wat Jezus aan ons vraagt. En daarom heb ik ook zo onwijs van zin in morgen. Want morgen is het eigenlijk stille zaterdag. Oftewel, een dag dat eigenlijk niks gebeurt. Jezus lag in het graf. En that's it. Want de Joden mochten ook niks doen op zaterdag. Een dag van verwachting. Want wij weten wat er zondag gaat gebeuren. Hun hadden het ook kunnen weten. Hè? Maar goed, wij weten het. En juist in die afwachting gaan we morgenavond met een verlicht kruis door Mijdrecht heen lopen om mensen kruimeltjes te geven. Te laten zien wie Jezus voor ons is. Dat het een levende God is, dat er een reden achter dat kruis zat. En dan hopen we dat ze nieuwsgierig worden en gaan zoeken. Dat is. Maar we lopen dan natuurlijk ook met een andere reden. Gewoon om te gedenken, wat ook vanavond hebben we besproken. Wat heeft hij voor jou gedaan? Wat heeft hij allemaal wel niet voor jou gedaan? Wat zou hij nog voor je kunnen doen? In een stille tocht lopen we een half uurtje door Mijdrecht. En sluiten af met een mooie korte paaswaken, een korte dienst. Waar de eenheid van Jezus van alle kerken gevierd zal worden. Allemaal verschillende kleuren, allemaal verschillende manieren. Maar één in Jezus. Ik stel voor dat we een lied nog aanzetten, Jon. En daarna gaan we. Laten we eerst het lied doen.